Het QEEG-onderzoek is een meting van de hersenactiviteit. Tijdens deze meting voert de cliënt een aantal testen uit. Uit de metingen komen gegevens van de cliënt die vergeleken kunnen worden met eerder afgenomen QEEG-onderzoeken van mensen van dezelfde leeftijdsgroep en geslacht. Voorafgaand aan het QEEG-onderzoek is het belangrijk dat u de internetvragenlijst invult en de stappen ter voorbereiding op het QEEG-onderzoek volgt. Deze vindt u op de website van Brain Clinics. Allereerst vindt er een kort gesprek plaats. Er wordt aan de cliënt gevraagd om een aantal formulieren in te vullen. Tevens wordt er uitleg gegeven over het QEEG-onderzoek. Na het gesprek gaan de onderzoeker en cliënt naar de ruimte waar het onderzoek afgenomen wordt. Allereerst krijgt de cliënt een ademhalingsband om de borstkas om het ademritme te kunnen registreren. Vervolgens krijgt de cliënt een op maat uitgekozen cap op het hoofd. Aan de cap zit een aantal losse elektroden die onder andere rondom de ogen en op de kaak worden bevestigd. Deze elektroden meten onder andere de oogbewegingen en de spierspanning. Als alles goed is aangesloten, kan het QEEG-onderzoek starten. De cliënt krijgt via het computerscherm en via een koptelefoon de instructies voor de verschillende testen. In ongeveer een uur tijd worden de testen afgenomen, waarbij de cliënt door middel van een knoppenkast de testen uitvoert. Tijdens het testen is het voor de uitslag van de test zeer belangrijk dat de cliënt ontspannen is en comfortabel zit. De spieractiviteit en spanning kunnen zorgen voor veel storing in het EEG-signaal. Zodra het QEEG-onderzoek afgerond is, worden de gegevens geanalyseerd en een onderzoeksrapport gegenereerd. Dit rapport wordt in het team besproken en geïnterpreteerd.